Marion. En dit is alweer onze laatste video van de serie cadeauverpakkingen voor de kerst. En we gaan een doosje maken. En ik heb gebruik gemaakt van het internet. En ik heb een doosje uitgezocht op de site van Papiekoller. En dat is te vinden op www.papiekoller.nl. En daar kun je hele leuke kant-en-klare doosjes vinden. Die kun je uitprinten. Dat heb ik in dit geval gedaan. En dan hoef je alleen nog maar langs de lijnen uit te knippen of uit te snijden. Ik zal de naam, de link van de Papiekoller zometeen even onder het balkje zetten. Van als je op YouTube kijkt, kun je het daar vinden. Kijk je in het filmpje via mijn blog, dan zet ik het eventjes bij het blog. Nou, ik heb dus dit doosje uitgezocht. En ik heb al even wat ervoor gewerkt. Ik heb het namelijk al uitgesneden. Dan krijg je dus dit. En het enige wat we nog hoeven te doen is de randen te rillen. Dan ben ik al een klein beetje begonnen. Ik zal het voorbeeld er nog even bij pakken. Je kunt zien, ze hebben stippellijntjes gezet. En dat zijn de lijnen die je moet maken. Dat zijn je rillijnen, zeg maar, om het doosje makkelijk te kunnen vouwen. Dus ik pak even mijn snijplankje erbij. Daar zit een rilmesje in. Dan hoef ik nog een paar rillijntjes te maken. Dit is een heel simpel sneldoosje. En ze hebben deze doosjes ontworpen zodat je ze eigenlijk voor elke gelegenheid kan maken. Wij maken nu een doosje voor de kerst. Maar dit is ook erg leuk als tractatie of voor bij een bruiloft of iets dergelijks. Oké. Oh, wacht. Ik mis nog één rillijntje. Dat is deze in het hoekje. Zo. Nu heb ik al mijn rillijnen gemaakt. Even mijn machine aan de kant. En dan kunnen we het doosje gaan vouwen. Dan hebben ze aan één kant hier de naam opgezet. En dat geeft niet van Papiekoller. Want dat is voor mij toch de onderkant, dus dat geeft niet. Oké. Dan hebben we dit gemaakt. Dan ga ik hier even wat, mijn lijmroller even wat plak aanbrengen. Oh, dan ben ik niet helemaal slim. In ieder geval pakken die doosje. Voordat ik hem ga plakken, wilde ik eerst wat papiertjes er nog op. Ik heb uit designpapier 5 blokjes gesneden van 5 bij 5 centimeter. En die ga ik eerst vastplakken met wat fotolijm. Ik was al zo enthousiast bezig. Ik denk, hey, volgens mij is het verstandiger om dat eerst even te doen. Zo. Ik heb 5 blokjes gesneden. Het doosje heeft 6 kanten. Maar goed, die ene kant daar staat Papiekoller op. En dat is toch de onderkant. Dus dat vind ik een beetje zonde om dat te beplakken. Zo. Oh, niet vastplakken. Dan kun je natuurlijk ook de zijkanten helemaal, dat die helemaal geheel beplakt is met papier. Maar ik denk misschien nog wel leuk als je nog een beetje het randje van het papier ziet. En ik heb Papiekoller karton gebruikt. Van de original serie. En dat is 200 grams karton. En dus dat is heel erg geschikt voor het maken van doosjes. En ik denk, nou, als je dan een Papiekoller doosje maakt, moet je ook Papiekoller papier gebruiken, toch? Oké. Dan kunnen we hem nu wel in elkaar zetten.
precies dat die past. Dit is de onderkant. Ik doe maar even een klein beetje lijm, toch voor de zekerheid dat die goed vast blijft zitten. Die behoeft dat niet, maar je weet maar nooit. En dan is dit de bovenkant. En om af te maken heb ik twee rondjes geponst. Uit roze karton. En die ene heb ik met witte gelpen daarvan die neppe borduurlijntjes opgezet. En die andere heb ik opgeschreven aan. Dus voor degene die het krijgt. Erbovenop. Oh, dopje. Ik heb een stukje dubbelzijdig tape genomen. Een beetje foamtape. En die plakken we er dan op. En dan is het doosje helemaal klaar. Nou, zo kun je er dus in een hele korte tijd heel veel maken. Daarom heb ik gekozen voor dit doosje. Oh, de lijm was nog niet helemaal droog. Het is gewoon een heel leuk doosje. Op de site vind je heel veel soorten doosjes. Dus ik zou zeggen, ga eens kijken en laat je fantasie gaan. En tot de volgende keer weer. Hele fijne kerst allemaal. En tot snel. Dag!